Meneer Stam, carrière switch of niet? Ja, dit is hartstikke mooi om te doen, toch? Een beetje zo'n plantje neerzetten in zo'n tuin. Hartstikke leuk. Want heeft u nu net in de grond geplant, maar waarom? Nou ja, dit is de start van het creatief beheer hier in de buurt. Waarbij buurttuinvrouw en buurttuinmannen bezig gaan om de buurt te vergroenen, zoals we dat noemen. Ja, dus een beetje meer groen in de wijk krijgen. En dat samen met de bewoners, als het een beetje mee zit. Nou, en de eerste bewoners, die hebben we al aan de slag gezien hier. Dat zijn de kinderen van basisschool Sint-Jan. En wat is de rol van de gemeente daarin? Nou, de rol van de gemeente is niet zo heel groot, behalve dan dat wij dit een beetje willen stimuleren, een beetje willen ondersteunen eigenlijk. En als we kijken naar de plant die u heeft geplant, heeft u een lievelingsplant? Mijn lievelingsplant is de rode roos. Bent u een beetje charmeur omdat de rode roos het is? Als ik thuis met rode rozen aankom, vraag mijn vrouw of het weer campagnetijd is. Want daar komt die rode roos bij ons vandaan. Maar ik mocht net lavendel planten en dat is ook hartstikke leuk. En dat ruikt ook lekker in de zomer en zo. U zegt, dit is de start. Waar kunnen we dit helemaal zien? Is het alleen in Oost? Begint in Oost of gaat het door heel Schiedam heen? Nou, het begint hier. En het is de bedoeling dat het een beetje als een olievlek over de hele wijk uitspreidt. Ja, dan zullen we moeten zien of het daarna nog verder gaat. Er is een partij, de creatieve beheer, die plant voor de school ook hier. Maar heeft de school dan ook zeggenschap over wat ze nou wel of niet willen? Ja, natuurlijk heeft de school er ook zeggenschap over. En dat hebben ze ook overigens net, zijn ze daarmee begonnen. Door samen met hun leerlingenraad te kijken over hoe zou je dat nou het beste kunnen inrichten. Nou, ik vind dat helemaal fantastisch.